Als ik het heb over Eddie en Jan, Eddie vooral, de vierde keer dat hij hier bij ons is. Dat is begonnen in 2015, toen wij op pas begonnen met onze concertjes. En toen via Joop, mijn buurman en ook mede-organisator binnen ons muziekteam, die werkte ook bij de Lindenberg, en ik ook. En zijn we met personen van de Lindenberg gekomen om die ook af en toe hier op te laten treden. Het is altijd goed geweest en ook regelmatig ook weer teruggekomen. Steeds met als uitgangspunt Bach. Het is begonnen met Klo met Bach tot... Beatles? Van Bach tot Bach is het geweest. Bach tot Beatles. Bach tot Bernstein. En nu is het van Bach tot... Waarschijnlijk iets heb ik gelezen over de snik van de Maxima. Waar die ook verborgen zit, dat zien we dan vanzelf wel. Ik wil jullie in ieder geval heel veel plezier wensen. Doe een flauto in piano. Dank je. Veel succes. Thank you.
dat u er bent en dat wij hier voor u mogen optreden. We hebben weer een mooi programma samengesteld. Kenmerkend voor ons programma is dat we Bach, Johann Sebastian, erkennen als de belangrijkste grondlegger van de westerse muziek. Daarom zijn we begonnen met de bekende R van Bach. Hij komt uit een suite en dat is een serie dansen. Maar R is geen dans. In de suites van Bach komen R en de preludes voor als deel van een suite. Dit zijn ernstige liederen met begeleiding van één enkel instrument. En dat hebt u zojuist gehoord. En wij vervolgen ons programma met een jig van Händel. En dat is eigenlijk een hele snelle dans, waarvan het ritme een veelvoud is van 3. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de naam jig is vermoedelijk afkomstig van het Italiaanse woord giga. En dat betekent viool. De dans, afkomstig uit Schotland en Ierland, werd door klassieke componisten gebruikt in hun composities. De jig, die verwant is aan de Britse dans de jig, was al rond 1600 in Engeland bekend. In de tweede helft van de 17e eeuw bereikte de dans ook het Europese continent. Barokcomponisten namen haar gewoonlijk op als laatste deel in een suite. En deze jig van Händel die komt uit een blokfluitsonate. Thank you.
zo veel bekende mensen. Le Cygne of the Swan uit 1886 van Camille Saint-Saëns is nummer 13 uit de 14-delige Carnaval des Animaux. Dit is het enige deel dat als compositie op zichzelf staat. De overige delen mochten van de componist niet los worden uitgevoerd. Saint-Saëns schreef het werk voor cello en piano. De melodie is lyrisch, gedragen en heel verhalend. Je ziet die sierlijke zwaan zo door het water glijden. Op internet las ik een paar reacties bij dit nummer. Geen drugs of alcohol heb je nodig. Luister gewoon naar Saint-Saëns. Of ogen dicht en genieten. Die cello die speelt geweldig en dat maakt mijn dag weer draaglijk. En die cellist, dat was dus Yo-Yo Ma. Daar komen dus af en toe tranen bij vrij. En nog een reactie. Dat maakt mijn dag weer draaglijk. Dit is dus wat muziek met mensen kan doen. De cello ligt qua timbre erg dicht bij de altfluit. Dus voldoende reden voor mij om het stuk daarop te gaan spelen. Un jour, un enfant. Frida Bokkara won met dit lied in 1969 de eerste prijs van het Eurovisie Songfestival. Ik was toen 10 jaar en ik kan het me nog heel goed herinneren. Ik vond het toen al een prachtig lied en de vertaling van dit lied is Een dag, een kind. De zon komt vurig op met zijn gouden vlag in top. En een kind kijkt dromend op naar een angstig wonder. Maar hij maakt er zelf een. Hij maakt zijn eigen wonder. Un jour se lèvera
sur trois branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui s'est raffiné c'est ainsi qu'il enfantera la vie à sa première page. En cherchant le bruit de l'eau, il entendra le cri du serie van 8 humoresken geschreven, waarvan de nummer 7, die we zo gaan spelen, de bekendste is. Dvořák was eind 19e eeuw een aantal jaren aangesteld als directeur van het conservatorium in New York, maar we weten dat hij heimwee had naar zijn geboorteland. En in een bepaald jaar keerde hij voor vakantie terug naar zijn familie in de Bohème. In die vakantietijd verzamelde hij volksmelodieën, waar onder andere ook deze humoresken uit voortgekomen zijn. Het vrolijke thema wordt door Eric gespeeld door Piccolo, die zijn vervolgens afwisselt met een basfluit voor de melancholische rekening. Heb je hem hier teruggezet? Inderdaad. We hebben voor de klokkenspel, of het xylofoon, die was een beetje vals, dus dan hebben we de elektrische piano iets teruggedraaid van 440 naar 430. Maar we moeten wel aan denken dat het weer terug gaat. Want anders ben ik straks met de dwarsfluiten heel vals. Kijk, normaal bij een gewone piano, dan zaag je gewoon stukjes van de poten af en dan wordt die ook een stukje lager. Maar dat kan hier dus niet. Thank you.
zeg, à vous dirige, maman. Wat zeggen jullie dan? Altijd is kort jakje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Sorry, sorry Jan. Ik hoef het niet te zingen. Altijd gedacht dat Mozart het heeft geschreven. Maar nee, Johann Christoph Friedrich Bach, de zoon van de beroemde Johann Sebastian Bach, heeft de melodie geschreven en Mozart heeft dat weer gepikt en bekendgemaakt en dat heet dan weer gecoverd. Het is ook een Frans kinderliedje, maar wij kennen het dus als Kortjakje. Altijd is Kortjakje ziek. De vertaling van dit Franse liedje is trouwens heel grappig. Ah, zal ik u zeggen, mama, wat mijn kwelling veroorzaakt? Papa wil dat ik beredeneer zoals een volwassene. Maar ik weet dat snoepjes meer waard zijn dan redenering. En papa, die wil dat ik om soep en vlees vraag. Maar ik weet dat snoepjes meer waard zijn dan lievelingen. En papa wil dat ik werkwoorden en van oude talen onthoud. Maar ik weet dat snoepjes meer waard zijn dan lessen. We beginnen met het thema en gaan dan een aantal variaties spelen. Maar u hoort nog steeds die melodie erin door. Thank you.
Astor Piazzolla was een Argentijnse tango-muzikant, een bandoneonist en componist. Zijn unieke tango-benadering zorgde voor een vernieuwing van het genre. Tot zijn bekendste werken behoren onder andere Liber Tango en Adios Nonino, het lied achter Maxima's traan op haar bruiloft. En hij zal het op een paar melodica spelen, een soort blaaspiano, want dat geluid benadert dat van een bandoneon. Belangrijkste Engelse componisten. Zijn Salut d'amour is een wereldberoemde melodie geworden. Deze liefdesgroet is oorspronkelijk geschreven voor viool en piano, maar je zult straks horen dat een dwarsfluit deze groet ook heel goed kan overbrengen. Ontvang deze groet van Ellie met open hart en open oor en geniet van deze prachtige melodie.
zat er toch niet op te wachten, hè? Wie kent ze nog? De Carpenters. Beetje dezelfde leeftijdsgroep, hè? Ja! Richard en Karen Carpenter, broer en zus, die wereldberoemd zijn geworden. Met hun mooie composities en prachtige samenzang. Ze hadden talloze hits, zowel in de VS als in Europa. Een van de bekendste is... I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation I can find. Love that I found ever since you've been around. Top of the world. Maar die gaan we niet doen. Maar die is dus wel heel hoog in de hitparade in Amerika geëindigd. Namelijk 4 weken en dan in die tijd, hè? 4 weken op nummer 1. Helaas is het met Karen niet zo goed afgelopen. Ze leed aan anorexia nervosa en stierf daaraan. Het is zo'n mooie melodie, We've Only Just Begun, wat wij gaan spelen... dat we die graag voor u gaan vertolken. Kunnen zien, maar hier staat dus een hele batterij fluiten. Maar ik heb ook deze fluit meegenomen. Dat is een keramieke fluit. Het muziekstuk wat ik daarop ga spelen is Haro no Umi, wat betekent de zee in de lente. Het is geschreven door de Japanner Michio Miyachi in 1929. En het is oorspronkelijk voor koto, en dat is een snaarinstrument, en shakuhachi, dat is zo'n bamboefluit.
Miyachi componeerde dit muziekstuk als een jeugdherinnering van een boottocht in de lente op zee. Hij schreef dit muziekstuk net voordat hij blind werd. En u denkt misschien dat deze keramieke fluit uit Japan komt, want ik reis heel veel. Maar hij komt gewoon uit, Marian? Milsbeek, heel goed. En hij is gemaakt door Geert Jacobs. Heeft iemand misschien een zakdoekje voor mij? Ik heb zo'n zweethanden. Ah, fijn. Old and Wise, dat is de titel van het volgende stuk dat we gaan spelen. Eigenlijk geen onaardig perspectief. Weliswaar oud, maar wijs. En de titel komt inderdaad overeen met de gedachte achter het liedje, zoals het in 1982 is bedoeld, door de schrijver ervan, Erik Wolfsen van het Alan Parsons Project. Old and Wise, of wie weet in ieder geval, not so old, but very wise. Smile and say you
Ik zit op de klok te kijken. We hadden een uur afgesproken en we gaan ook het laatste nummer spelen. Nou, is dat time of is dat timer? We sluiten dus dit programma af met de Badinerie van Bach. Dit is het tweede muziekstuk dat ik van mijn leraar uit mijn hoofd moest leren. Ik zal de muziek opleiden. We danken u hartelijk voor uw komst. Ja, ik vond het echt fantastisch. Zoveel leuke mensen, bekende mensen, om een keer te spelen. En voor Jan ook, voor de tweede keer dat hij meespeelt. Dus applaus voor Jan. Ja, u was echt een heel fijn luisterend publiek. Dat hebben wij graag natuurlijk als muzikanten. En wij wensen u daarna nog een hele fijne middag en wel thuis. Thank you.